Onze gast vandaag is Peter Groteboer. En mijn naam is Rietje Barelts. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Ortomoleculaire psychoneuroimmunologietherapie is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de wisselwerking tussen de organen, de psyche, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, het hormoonsysteem en omgevingsfactoren. Welkom, Peter Groteboer. En alsof dit allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, is dit pas een deel van de uitleg, hè, die gaat over deze handelswijze, behandelingswijze. Ja, ja. Het is niet te geloven. Is er in eenvoudige woorden uit te leggen wat het betekent? Ja, ik ben hier natuurlijk ook zelf heel erg tegen aangelopen. Ja. Want dan begon ik mijn hele verhaal en heel ingewikkeld en zei ze, zeg nou even gewoon wat je doet. Ja, nee, maar zelfs de woorden. Ik bedoel, ik heb geen idee wat die, nou ja, neuro zijn zenuwen, denk ik dan. Immuun zal wel iets daartegen zijn. Ik heb geen idee. Ortomoleculaire therapie is gewoon een op zich staande therapie. En dat gaat over voeding, tekorten aan voeding, systemen die daaronder lijden. Dus die moet je even loszien van de PNI. Dus van de psychoneuroimmunologie. Ja, dat is weer een nieuwe studie. Oké, ja. Dus ortomoleculair gaat over voeding en tekorten aan voeding. En PNI, psychoneuroimmunologie, is eigenlijk het samenkomen van het psychische deel, het denken en het immuunsysteem. Ja. Maar ik heb hem simpeler gemaakt. Ja, maar ik heb ook nog het hormoonsysteem, hè? Ja, maar dat is... En de omgevingsfactoren heb ik ook nog staan, hè? Ja, maar dat hoort allemaal onder PNI. Oh, goed. Goed. Dus u heeft het eenvoudiger gemaakt? Ja, ik denk het moet simpeler, want hier struikel ik zelf over en velen met u ook. Dus ik heb eigenlijk, in mijn kaartje heb ik gezegd, ik heb de gouden driehoek. Mm-hmm. En die gouden driehoek voor mijn therapie is de ademhalingstraining, gesprekstherapie en voedingsadvies. Dus dan en maken dat we die drie dingen omvatten, dat wat ik net allemaal heb gezegd. Precies. Maar ja, wacht even. We hebben nog een deel 2. We hebben nog een deel 2 ook. Mm-hmm. Want dat is dus deel 1. Nee, maar wat wilt u wat dan? Ik nog? Nou, deel 2. We kunnen lichaam, geest, genetica, de erfelijkheid dus, en epigenetica, de invloed van buitenaf, niet losmaken van elkaar. Nee. Betekent dat onze geest, de erfelijkheid en invloeden van buitenaf ervoor kunnen zorgen dat ik ontvankelijker wordt of voor kwalen of aandoeningen? Als het daaraan ontbreekt, als het daaraan schort, als ik daar iets aan mankeer, ben ik daar dan ontvankelijker voor? Nee. We hebben allemaal te maken met een genetische factor. Ja. Als mijn familie mij ziet, dan zeggen ze, dat heb je echt van papa. Ja. En dat heb je van mama. Ja. Dus dat is genetisch bepaald. Maar epigenetica is niet dus door de genen doorgegeven, maar doordat ik in dit gezin ben opgevoed. En dat wordt bedoeld met die omgevingsfactoren. Juist. Ja? Dat is die epigenetica is dus niet DNA, maar is door de omgeving bepaald. Ja. Als wij waren thuis gewend om met mes en vork te eten, dat heeft niks met DNA te maken, dat is mij aangeleerd. Dat is aangeleerd. Dat is aangeleerd. Ja. Maar je hebt dus ook mensen die zeggen van, ik moet elke middag een dutje doen. Dat is niet omdat dat DNA is, maar omdat moeder dat altijd deed en iemand vindt dat ook nodig dat ze dat doet. Dus dat is zijn... Dat is dus niet genetisch bepaald? Nee. Dat men... Nee. Dus aangeleerd. Laat de kennisjes van mij dit niet horen, want die zijn ervan overtuigd dat middagslaapje, dat gaat generaties terug en dat is genetisch bepaald. Nee, dat is gewoon epigenetica. Dat is aangeleerd gedrag. Ik ken mensen die hebben 2 kinderen geadopteerd. En in hun gedrag lijken ze sprekend op vader en moeder. Dat heeft maar dat klinkt dus eigenlijk heel leuk. Ja, dat is mensen denken leuk. Van, dit moet ik doen, want dat hoort in mijn familie zo. Ja, maar dat is helemaal niet waar. Nou, dat is geen DNA, dat is iets aangeleerd. Het is dus aangeleerd. Het is echt aangeleerd. Dus de volgende keer als er gezegd wordt, nou kom nou maar naar 3, want we moeten. Dan zeg ik, nee hoor, dan leer het maar af. Ja, als je dat zou willen, kan je er iets anders. Nee, het is dus niet iets wat echt in je genen zit. Nee. Ik moet 's middags. Nee. Dat is heel leuk om te horen. Aangeleerd. Maar, we hadden net over, zou ik dus
Betekent dat dus, vroeg ik, dat onze geest, erfelijkheid en invloeden van buitenaf ervoor kunnen zorgen dat ik ontvankelijker word of ben voor kwalen en aandoeningen? Nee. Als daar al iets aan mankeert, ben ik daar dan ontvankelijker voor? Nou, daarin kan je wel iets hebben. De een is ontvankelijker voor bijvoorbeeld wat de buren van je zeggen dan de ander. Maar dat zit ook vaak weer in het systeem waar je zelf uitkomt. Je maar als ik bij u kom voor een behandeling, denk ik dan, mankeer ik, denk ik echt was. Ja. Maar ik heb begrepen dat u dus dan niet kijkt naar mijn bepaalde klacht of kwaal, maar u gaat kijken wat daar de oorzaak van kan zijn. Laten we bijvoorbeeld slapen nemen. Ja. Er komt iemand bij mij en die heeft slaapproblemen. Ja. Nou, dan is het natuurlijk heel voor de hand liggend dat iemand een slaappil krijgt. Maar ik vind het veel interessanter om te zien waarom slaap je niet. Nou, dat kan je leeftijd zijn. Ja. Onrust in je lijf. Nou, dat noem je een hele belangrijke. Ik heb meegemaakt dat iemand die had al een half jaar geleden meegemaakt dat ze uit haar slaap gewekt was. Omdat het met haar vader niet goed ging. En een half jaar later, het was met vader goed, had in het ziekenhuis gelegen, was behandeld, alles was terug naar af. En zij bleef slecht slapen. Ja. Toen ging op een vaste tijd wakker worden misschien zelfs. Nee, gewoon onrust. Oh. Toen vroeg ik aan haar, hoe is het nu met je vader? Ja, zegt ze, goed. Hoor jij de telefoon als die gaat? Ja, zegt ze, tuurlijk hoor ik dat. Zeg, ben jij het eerste aanspreekpunt? Ja, zegt ze. Dus ik snap haar alertheid. Maar door die reis in haar hoofd te maken, door aan haar te vragen, hoe is het nu met je vader? Moet je nog zo alert zijn? Kwam er ineens zo'n rust in haar van, wacht even. Ik weet dat ik de telefoon hoor. Het gaat met mijn vader goed. Dus er is geen enkele reden meer om niet lekker te gaan slapen? De andere week kwam ze, kreeg een dikke zoen van haar, zegt, ik heb zo lekker geslapen. Oh. Dus we hebben de waakstand, de aanstand uitgezet. Dat is één voorbeeld. Maar er kunnen tal van voorbeelden zijn waardoor iemand niet goed slaapt. En tuurlijk, ja, je kan een slaappil krijgen. Maar ik vind het veel leuker om erachter te komen. Waarom slaap je nou niet? Nee, maar dat is wat ik net zei. U gaat dus niet kijken wat is de. Niet naar de bepaalde klachten kwam, maar gaat op zoek naar de oorzaak. Ja. En dan denk ik van de gezondheid, dat is kwetsbaar. Dat is ongelooflijk waardevol. En ik denk echt dat de meesten van ons er best heel wat voor over hebben om een redelijk gezond mogelijk leven te gaan leiden. Maar dan denk ik, ook gezondheidsfreaks, die krijgen evengoed bepaalde ziektes of kwalen. Dan is het niet uitgesloten dat iemand die onvoorstelbaar gezond leeft, niet rookt, nauwelijks drinkt, er echt uitkijkt met alles, die kan ook kanker krijgen, nierziekte, suikerziekte. En dan denk ik, laat mij dan elke dag die bak ijs eten. Ik bedoel, als ik het toch krijg, dan wil ik wel weten waarom ik het krijg ook. Ja. Je kan het niet omdraaien. Je kan niet zeggen, als ik gezond eet en ik beweeg goed en ik heb een relaxed leven, dan krijg ik niks. Of ik word dan niet ziek. Dat kan je nooit claimen. Maar kun je dat dan ook omdraaien? Dat je kunt zeggen, het feit dat je heel gezond leeft, wil niet zeggen. Of nee, juist als je bepaalde kwalen krijgt, moet je juist andersom zeggen. Dus als je bepaalde dingen wel krijgt, dat je dan niet kunt zeggen ook van, dat komt omdat jij dat en dat hebt gedaan. Nou, dat soort schuld communiceren zie ik sowieso niet zitten. Maar een mooi voorbeeld vind ik toch wel de diabetes. En dan heb ik diabetes type 2. Dus niet aangeboren. Niet de ouderdoms, dus 3, hè? Dus nee, dat is 2. Oh, dat is 2. Ja, maar dus de aangeboren diabetes, hè, de diabetes die zo geboren wordt, daar heb ik het niet over. Maar de diabetes type 2. Nou, daarin heb ik echt meegemaakt dat door gezonde levensstijl. Ja, maar dat weet ik. Mensen echt veel beter gingen functioneren, van de pillen afkwamen. En daarmee dus, want soms zou ik wel op de daken willen schreeuwen, mensen, diabetes type 2, je wil het niet krijgen. Nee, maar ik heb ook vaak gehoord dat als ze eenmaal werkelijk gezonder gaan leven en af gaan vallen en meer bewegen, absoluut, dat ze dan inderdaad van die medicatie afkomen. Dat klopt. Dat klopt. Dus we hebben wel een verantwoording. He, als jij vatbaar bent voor hart- en vaatziekten, is het niet handig om elke dag een frietje te nemen. We hebben een verantwoording, maar je kan niet zeggen, als ik alles helemaal goed doe, word ik niet ziek. Nee, maar jullie zeggen wel ook, dat jullie zeggen naar het totaalplaatje te kijken van lichaam en ziel. Ja. Die zijn één. Mm-hmm. En dan denk ik dat jullie daarmee bedoelen,
dat we door een andere levenswijze, een andere instelling, andere houding, veel klachten kunnen of hadden kunnen voorkomen. En dan denk ik, daar geloof ik niet echt in. Kijk, die diabetes, oké. Okay. Mm-hmm. Maar dat ik een hartkwaal krijg of nierfalen, dan geloof ik niet dat ik dat had kunnen voorkomen als ik nou gezond was blijven eten. Of nou, ik wil daar ook vandaan blijven, omdat ik daar niet over ga. Ik kan niet zeggen van, als je dit en dat gedaan had, ik maak het natuurlijk dagelijks in de praktijk mee. Ook mensen die heel trouw zijn in een goede levens, manier van leven. Alleen, als het misgaat, ja, dan moet je natuurlijk wel gaan kijken, wat kunnen we doen? En als iemand... Ja, maar dan is het als het ware herstellen. Maar dan is het toch niet, dan is het toch niet meer preventief? Dan nee, is het toch nee, nee, maar... Ik denk dat, dat heb ik ook op mijn site staan, van gezondheid is een kostbaar bezit. Ja. Hè, dus ja, daar goed mee omgaan, wil niet zeggen dat je nooit niks meer mag. Want ik zeg, dat is niet handig. Het brein is heel ongehoorzaam. Op het moment dat ik zeg, nou mag ik helemaal geen suikers meer, dan krijg ik toch zin in suikers. Maar je kan wel een gulden middenweg zoeken, waarin je nog steeds de dingen waar je zo van geniet, kan doen. Zonder dat het je gezondheid op het level van wat ik kan doen, schaadt. Ja, maar dan hebben we het nog steeds over het lichaam. Maar bij jullie wordt ook de ziel erbij betrokken. Nou, neem het voorbeeld stress. Ja, maar hebben we wel hetzelfde begrip over de ziel? Wat is de ziel? Ja, ziel heb ik niet zo gauw over. Geest heb ik het over. Nou, lichaam, geest. Nou, geest. Ja. Ja, dat is je denken. Dat is je voelen. Dat is wat je binnenin je hebt. Wat niet uit te drukken is in een orgaan. Mm-hmm. Als ik te veel stress heb, nou, een voorbeeld. Ik ben niet zo'n held bij de tandarts. Dus als ik naar de tandarts moet en er moet echt flink wat gebeuren, dan heb ik daar stress van. Als je ziet wat effect dat op mijn lichaam heeft. Echt waar? Ik moet naar de wc, ik krijg zweethanden, ik moet mijn ademhaling onder controle houden. Ben je niet bang, ja, voor maar de, zijn... ben jij niet bang voor de tandarts? Nee, totaal niet. Nee, nou ja, dus kan je dat minder goed inleven. Maar ik vind de tandarts heel eng. Ik heb een implantaat gehad, ik vond het berenspannend. Dus de reactie van mijn lichaam is enorm. Dat geeft niet, want nee, ik sta maar dan denk ik dat zijn tijdelijke buiten spanningen. Maar er zijn mensen die staan constant onder spanning. Kunnen functioneren in deze wereld waar alles met een sneltreinvaart gaat. Waar je een goede vrouw moet zijn, waar je een goede moeder moet zijn, waar je een goede collega moet zijn, waar je ook nog moet kunnen chillen met je collega's, waarin je ook nog een wijntje moet gaan. We moeten heel veel. Ja, of je zegt gewoon, dat doe ik niet. Ja, maar helaas is de praktijk dat mensen... Maar je kunt je toch niet opsplitsen in zoveel personen. Ik wil als je toch je... Stel, je hebt een partner, je hebt een kind en je hebt je werk. Dan denk ik dat je daar je handen vol aan hebt en dat je daar binnen het geluk vindt. En weinig behoefte hebt, wel misschien dat kleine kringetje eromheen, maar niet al die dingen tegelijk ook even goed hoeft te zijn. Ken jij iemand in je omgeving met een burn-out? Ja, natuurlijk ken ik. Waarom zou ik niet? Zeker. Wat zie je daar gebeuren? Dat daar die nou, een totale uitputting. Nou, en die totale uitputting komt niet zomaar. Dus nee, ik denk dat dat een stapeling is van een heleboel zorg en angsten en zenuwen bij elkaar, waardoor dat lichaam het op een gegeven moment niet meer aan kan en het af laat weten. Ja. Dus zie je dat je ziek wordt van angst, overbelasting, stress. Daar word je dus gewoon ziek van. En daar zie je dat samenspel tussen lichaam, geest en ziel, hoe je het ook noemen wil. Stel je voor dat je op een baan zit waar je het helemaal niet naar je zin hebt. Dan kan het zomaar zijn dat je daar lichamelijke klachten van gaat krijgen. Terwijl je denkt, wat heb, waar hebben we het over? Ja, maar dan denk ik, krijg je daar psychische klachten van. Maar daar kun je toch geen nierstenen, hoop ik, van krijgen of zo? Nee, nee, maar als je ziet wat je er allemaal wel van kan krijgen. En daar is jullie therapie vooral op gespecialiseerd? Vooral om te kijken van, oké, je hebt deze klacht. Daar gaan we lichamelijk wat aan doen. Hè, als iemand volledig uitgeput is, dan kan je met voedingssupplementen aan de gang. Je kan met voeding aan de gang, je kan met bewegen aan de gang. Maar dan moeten we het ook wel even gaan hebben over hoe komt het nou dat het zo ver gekomen is. Want kennelijk is er iets in hem of haar systeem wat niet op tijd roept, hallo, ik kan zo niet verder. Of je gaat eraan voorbij. Waarschijnlijk wel. Er wordt geroepen, er wordt genegeerd, want ik moet door en ik vind het veel te leuk en ik moet door. Maar uiteindelijk putten ze zich volledig uit. En wat zit daaronder? Ja, misschien als ik het niet doe, raak ik mijn baan misschien wel kwijt. Dat is stress. Dat is stress.
Maar ik wil nog even verder, want ik heb nog een heleboel dingen. Okay. Vanuit de opleiding die je gedaan had, hè, bent u uiteindelijk ademhalingscoach begonnen. Ja. En dat KPNI, daar ben ik inmiddels dan achter, dat heeft dus te maken met dat psychoneuroimmunologie. Ja. Dat heeft daarmee te maken. Ja. En die opleiding heeft u geleerd om breed te kijken. Ja. Dat is een opmerking dat ik denk, hoe moet je nou breed kijken? Ja. Nou, daar heb je het weer. Hè, dat voorbeeld wat ik net had van slaap. Maar dat kan je ook hebben van mensen die bij mij komen. En die zeggen, nou heb ik het hele circus. De cardioloog heb ik gehad, want ik dacht dat ik dood ging. Ja. Binnenste buiten gekeerd en er is niks gevonden. Nee, en dan zeggen ze, u heeft niks. Nee. Want er is niks gevonden. En dat zie je aan het eind van die zoektocht. Komen de mensen bij mij. En dan zeg ik, daar hebben wij een klachtenlijst, die heb ik ook meegenomen. We gaan kijken naar die ademhaling, wat doet dat nou? En dan zie je vaak dat mensen soms een ademhaling hebben, alsof ze de hele dag aan het hardlopen zijn. Dan snap je wel, als jij die ademhaling hebt, alsof je aan het hardlopen bent, en je gaat dan een trap op, dan denk je dat je stikt. Ja, maar dan denk ik, zou dat er dan, leek die ik ben, als je nou zo'n enorme ademhaling hebt, komt dat er dan niet uit als je bij je huis, als je bloeddruk laat controleren, dan moet die bloeddruk toch ontstellend hoog zijn? Ja, maar als dan het bloedbeeld bepaald wordt en je plasje wordt nagekeken. Ja, maar alleen op de bloeddruk. Als die ontstellend hoog is, dan moet er toch een... Nee, dan zeggen ze, ja, dit is ook wel een witte jas op dit moment. Bloeddruk is niet altijd sky high dan. Hartslag wel. Oké. Okay. Maar een status waarin het dus met die ademhaling niet goed gaat, is een status van ik wil vluchten, vechten of bevriezen. Oké. Okay. Wetenschappelijk is hier onderzoek naar gedaan. Ja. En dan denk ik, wetenschappelijk, hè? Dat is dus iets anders dan gewoon wetenschappelijk. Is er dan bijvoorbeeld bij twee groepen mensen twee verschillende onderzoeken gedaan, zodat ze de uitslagen konden vergelijken? Ja, ja, ja. Ja, dus echt allemaal hoog niveau nagekeken. Ja. En wat kwam daar dan uit? Dat er echt dit de oorzaken zijn? Ja. Lichaam en ziel? Absoluut. Ja, niet voor alles, hè. Soms heb je gewoon Ja, u zit een beetje te lachen, hè, want dan denk ik geloof het nog niet. Nee. Maar als je een niersteen hebt, heb je een niersteen. Daar gaan we niet psychisch over doen. Ben ik daar misschien niet ook veel te nuchter voor? Dat ik denk, ik vrees lichaam van wel. En ziel? Ja, vrees van wel, ja. Ik moet het kunnen, dat in mijn ziel, ik moet het hier voelen of ik moet nee, het daar... Nee, niet daar, nee. Dat, dan denk ik... Heb je wel eens intens verdriet gehad? Zeker. Nou, wat doet er dan allemaal mee als je intens verdriet hebt? Oh, ik weet dat ik weken heb gelopen, het is niet echt, dit is niet echt waar. Dit kan niet. Nee. Tot ik dacht op een gegeven moment, ja, het is wel zo. Ja. En dan moet je het mee doen. Maar dan heb je ik kan dus wel zeggen, het is niet zo, maar het is wel zo. En dit nou, is... Hoe sliep je toen? Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Ik echt niet. Had je zin in eten? Ja, kom niet aan mijn eten. Nog steeds niet. Kom niet aan eten. Ik kan nog zo ziek zijn, ik kan beroerd zijn. Het eerste wat ik doe, dat is eten. Dus eten. Maar nog altijd. Maar verdriet of rouw, of, hè, dat doet iets met je. En dat is dat samenspel. Al op het moment dat je diep verdriet hebt, nou de een wil naar buiten en iemand hebben die hulp vraagt, de ander kruipt in een holletje en denkt, laat mij maar. En ben je dan depressief? Nee, heb je gewoon verdriet. Maar dat doet iets met je. En dat is dat samenspel. Ja, maar dan denk ik, dat is gewoon echt verdriet. En dan zie ik nog steeds die combinatie niet tussen lichaam en ziel. Kan je je voorstellen dat je diep depressief wordt van verdriet? Nee, eerlijk is eerlijk. Ik kan wel ja zeggen om u te plezieren. Nee, maar niet doen. Nee, niet ik doen. Kan me dat niet voorstellen. Nee, maar dat is... Omdat ik denk op een gegeven moment is dat verdriet dat heeft... Dat heb je aanvaard, daar heb je mee leren omgaan. En dan is er weer een nieuwe dag en dan zul je wel... Dan ga je door. Oh jee, ik krijg weer... We moeten door. Okay. U bent 26 jaar in een verpleeghuis gewoond. Nou, gewerkt. Gewoond. Gewerkt. Ja. En ben toen gestart met Slender Youco, daar heeft u over verteld. Dat is een vorm van bewegen. Ja. Hè? En dat heeft er uiteindelijk weer toe geleid dat u ademhalingstrainingen bent gaan volgen. Ja. Ik ga nou even door, want anders krijg je ruzie. Sinds 2008 bent u officieel ademhalingscoach. Mm-hmm. In 2012 bent u geslaagd voor een opleiding ortomoleculaire geneeskundige therapie. Maar daarvoor moest u ook veel meer weten weer over gezondheid en voeding. Ja. Wat heeft die voeding nou uitgewezen dan? Eigenlijk... Word ik nou echt van een lekkere speklapjes of zuurkool met spek? Word ik daar nou echt beroerder van? Nee. Dan, nee.
Er is zo'n uitspraak, laat voeding je medicijn zijn en medicijn je voeding. Als je nou weet dat je een dreigende diabeet bent, dan kan je daar wat aan doen. Nee, maar u bent dus geen gezondheidsguru die zegt, je moet aan die korreltjes en die zaadjes en weet ik het allemaal. Nee. Ik kijk ook altijd als mensen bij mij een voedingsadvies vragen, dan zeg ik, we gaan het hebben over het leven. Je gaat geen dieet doen, je gaat niet tijdelijk je helemaal uithongeren, er is niks zo slecht voor je dan dat. Maar we gaan samen een plan maken waarbij je, degene die tegenover mij zit, zich het prettigst voelt. Ja. Nek, schouder, rugklachten. Ja, u denkt waarschijnlijk, wat gaat ze vluggen? Maar oh jongens. Nek, schouder, rugklachten, hoofdpijn, stijve, stramme spieren. Mm-hmm. Dan denk ik, als ik verkeerd geslapen heb of verkeerd gezeten, dan heb ik... Dat heeft dan geen andere oorzaak, denk ik, die meer met mijn ziel te maken heeft, toch? Maar ook hierin, niet alles is met ziel. Als je gewoon ik kreeg die indruk dat je heel veel kunt herleiden doordat het je eigen schuld zou zijn. Als je maar goed met je hoofd en je lichaam samen laat werken. Dat is een deel. Op het moment dat iemand een slechte ademhaling heeft, als iemand een aanval van hyperventilatie heeft, dat zit allemaal in de borst. Ja. Die is voor, dat heeft ze niet in de gaten, maar die zijn de hele dag aan het gewicht hebben. Hoog, laag, hoog, laag. Die borstademhaling maakt dan dat je zoveel spierpijn krijgt, dat je hoofdpijn krijgt, dat je nekpijn krijgt. Ja, dat kan ik me eens voorstellen. Dat is puur fysiologie, gewoon lichamelijk. Alleen, waarom doe je zo? Dat is wel interessant. En wil je er van af? Want je zal maar echt een dysfunctionele ademhaling hebben. Niet iedereen is gelijk ook met aanvallen van hyperventilatie. Maar er zijn mensen die hebben echt vage klachten, komen regelmatig bij de dokter en denken, ja, we kunnen niks meer voor je doen. Het kan zomaar zijn dat het te maken heeft met je ademhaling. En maar wat gaat u dan leren? Stel, ik kom bij u, want oh god, ik heb toch iedere keer, het zit er al weken en weet ik het. Dus ik kom bij u. Wat laat u mij dan doen om te beginnen? Het gaat eerst om bewust worden hoe je het doet. Dus wat is verkeerd? Alleen daar, dat is het vertrekpunt om het goed te gaan leren. En dan gaan we echt met de pootjes in de klei oefenen. Er zit niks, geen zweverietjes bij. Dit is gewoon leren op de goede manier te ademen. En in de eerste tijd zijn we alleen maar bezig met de techniek. En de laatste periode ga je dooroefenen met het goede, zodat het chronisch goed wordt. Maar dat betekent dus dat ik gaandeweg mijn leven mogelijk anders ben gaan ademhalen. Ja. Want volgens mij is het ademhalen zoiets normaals en vanzelfsprekends. Klopt. Dat je er niet bij stilstaat. Dus als ik daar echt last van krijg, dan heb ik dus gaandeweg mijn leven ergens aangeleerd om dat verkeerd te gaan doen. Heel vaak. Waardoor ik die klachten krijg. Onder invloed van stress. Of mensen die bijvoorbeeld longziektes hebben, astma of een longontsteking, die zijn heel minimaal gaan ademen en hebben soms al 20 ademhalingen per minuut. Het gaat veel te snel. En die ga je weer leren. Gebruik nou die hele long eens. Dus wat je wil zeggen, je buik ademen. Ja, Mike, ik zie je. Ik kom gewoon nog een keer terug. Ja. Ik wil nog één zin weten. De zon wil ook door kleine ramen schijnen. Ja. En heeft dat betrekking op die samenwerking die u heeft met Marieke Gerards van Rika Rika? Nee. Oh nee? Nee, de zon wil ook door kleine ramen schijnen. Daarmee wil ik zeggen, het is voor iedereen. Het is voor iedereen. Oh, en ik dacht dat heeft iets te maken, want jullie hebben allebei dezelfde scholing. Ja. En dezelfde inzichten, iedereen eigen praktijkruimte. Ja, klopt. En jullie zijn beschikbaar voor mensen die werken aan hun vitaliteit. Mensen die geloven in beter worden door jezelf te zijn. Dat is van Rika Rika, haar slogan. Oh, en toen dacht ik alweer, dat gaat me alweer te ver. Ja, daarom, die is van Rika Rika. Oh. Snapt u dat ik dat weer niet snap? Ja, want wat is dan jezelf zijn? Ja, wanneer was ik dan mezelf? Volgens mij ben ik altijd mezelf. En dan denk ik, hoe kan ik nou anders mezelf zijn? Ja, maar er zijn wel mensen die zichzelf kwijtgeraakt zijn. In de loop van, door absoluut, allerlei omstandigheden. Ja. Omdat ze altijd maar meebuigen met wat mensen van hun verlangen. Meewaaien, zo de wind waait mijn petje. Nou ja, zelfs nog wel een eindje verder. Want er zijn mensen die daar heel ver in gaan. En dan echt vragen, wie ben ik nou nog in dit geheel? Die zich helemaal uitleveren aan het leven van een ander en dat gaan leven, als het ware. Ja, en dat is natuurlijk wel heel zonde. Ja, ik verdrietig ook, denk ik. Ja, heel sneu. Ja, ik denk dat heel verdrietig is. Absoluut. Waar bent u te vinden? Is er een site, is er iets waar mensen informatie kunnen vinden? Ja. Ik ben te vinden op www.bccare.nl en dan care met AI. Ja, ik vraag aan Jan. Ik vraag aan Jan die het op de site zet of die dat er onder in beeld zal zetten. Ja. En ik heb mijn praktijk aan de Langeweg 1 in Sommelsdijk. Nou, voor veel mensen is het winkeltje waar ze de vlaaien verkochten, het theewinkeltje, dat soort dingen. Op de hoek, hè? Waar ook dat beeld nog staat, maar ook dat
beeld nog staat, wat vroeger de markering was voor Zeeland en Zuid-Holland. Klopt, tegenover Kruiden. Ja, ja, dan weet ik het. Ja. Blijf nog even zitten, dank hè. Blijf nog even zitten. Ik blijf zitten. Dat was het voor deze keer. En volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en andere gasten. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is natuurlijk terug te zien via Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Daarnaast alle voorgaande uitzendingen terug te zien via www.huiskamervanvlakke.nl en deze uitzending via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot volgende week. Dag!